Ja. Lekkerder, zeg maar. Het is natuurlijk wel de in-crowd die we hier hebben. Zo moet je het zien. Ja, welkom weer. Ik hoop dat de koffie goed was. En jullie voldoende cafeïne hebben om nog twee talks en een closing sessie mee te maken. Volgende plaatje is door Han van Stekelenburg en gaat over nieuwe social networking, community-based, alle buzzwords komen langs. Hij is ontwikkelaar en werkt aan pub-hubs. Ga je gang. Ja. Dankjewel. Hi everyone. Is everyone okay with doing the presentation in Dutch? Oké, dan ga ik gewoon naar het Nederlands. Duidelijk. Welkom allemaal. Hoi, zoals net al gezegd, ik ben Harre van Stekelenburg. Ik ben inderdaad softwareontwikkelaar bij de Radboud Universiteit. Ik werk daar nu ongeveer anderhalf jaar met veel plezier. En sinds het begin eigenlijk ook al aan pub-hubs. En wel leuk daarbij te zeggen is dat wij dat doen vanuit iHubs, wat een interdisciplinary research hub on digitalization and society is. Maar het is vooral heel leuk, we doen heel veel interdisciplinair onderzoek, waardoor we ook rechtswetenschappen, geschiedkundigen, filosofen en dat soort dingen hebben. En af en toe komt dat ook een beetje terug binnen pub-hubs, want dat doen we niet alleen met de Radboud Universiteit, maar doen we ook samen met de Universiteit van Utrecht. En aan de Radboud kant doen we het technische deel van alles. Dus je zal zien, ik ben vooral technisch geïnteresseerd, maar er zit ook een hele grote governance component aan, waaraan de Universiteit van Utrecht aan gewerkt wordt. Daarnaast zijn we heel veel samenwerkende partners, maar die komen straks ook nog voorbij. Waarom zijn we begonnen met pub-hubs? Volgens ons is er ruimte voor een nieuw community network. Want we merken, er zijn heel veel publieke organisaties binnen Nederland. En dan denk dan aan dingen als bibliotheken en omroepen, patiëntenorganisaties, gemeentes. En allemaal zoeken ze manieren om in contact te komen met hun achterban en hun leden en daar gesprekken mee te voeren. En de plek daarvoor, zou je haast denken, is social media. Maar er zitten nogal wat haken en ogen aan natuurlijk. Want als je een Facebookgroep aanmaakt, is het niet zo dat je daar als organisatie zelf veel controle over hebt. En ook voelt niet iedereen zich prettig bij het alles in handen geven van de big tech bedrijven. Vandaar dus ook community netwerk. We gaan echt uit van die publieke organisaties die hun eigen digitale ruimte krijgen om in te richten en daarin te communiceren. Daarbij is het wel belangrijk voor ons dat we uitgaan van public values. Dus dingen als privacy, je ziet de hele lijst. Waarbij, en dit is weer ook een verschil met de social media, waarbij niet het individu centraal staat of heel erg hard de mening. Hoewel we wel hopen dat het individu zijn plaats kan vinden natuurlijk. Maar echt vertrekken vanuit die organisatie en daar een plekje bieden. Dat houdt ook in dat die omgeving safe moet zijn. En daar zie je ook het stukje van die geborgenheid die een community kan bieden. En dat is wat wij noemen een hub. Elke organisatie kan dus zijn eigen hub runnen. En daarbinnen heb je een soort rooms. En waarom dat rooms heten, wordt straks nog wel duidelijk. En dat zijn eigenlijk een soort chatrooms of iets dergelijks. Omdat we dus vanuit het value-driven of value-sensitive design vertrekken, is het ook wel belangrijk dat we niet aan die data plundering willen doen. En dat is ook wel het idee waarom organisaties hun eigen hub zouden runnen, want de data en dergelijke en de gebruikers die blijven bij die hub, zodat er ook niet iets als een Facebook of een Twitter achter zit die daar flink in kan plunderen. Een aantal voorbeelden die we hebben, die ik al genoemd had, maar een van de belangrijke is wel patiëntendiscussiegroepen. Dit is voor ons altijd wel een inspirerend voorbeeld. Wat je in Nederland hebt is kanker.nl en die onderhouden eigenlijk een enorme community met ook heel veel moderatie. Maar je merkt
Andere patiëntenzelforganisaties willen dit ook. Dus denk aan patiënten die lijden aan anorexia of misschien borderline of wat dan ook. En eigenlijk wil je dan zeker die beschermde omgeving binnen die club met eventueel zijn eigen regels. Bij iets als anorexia zie je heel duidelijk dat er veel, ja, als het om jonge meisjes met anorexia gaat, dan moet er extra rekening mee gehouden worden dat er geen Anna-coaches zo'n community binnenkomen en dergelijke. Nou, en een club als kanker.nl is heel groot en heeft heel veel resources, dus die kan zijn eigen omgeving opzetten. En die hebben ook een heel goed georganiseerde community met een enorm moderatiehandboek. Maar niet elke groep kan dat. Dus je ziet Google Groups, je ziet Facebook groepen, e-maillijsten, een enorme diversiteit aan allerlei technische oplossingen om toch iets aan community building te doen voor een bepaalde patiëntenorganisatie. En we denken dit is een heel goed voorbeeld voor iets waar PubHubs juist heel handig voor zou kunnen zijn. Het bieden van die beschermde omgeving, een beetje onder controle van zo'n organisatie waar ze van alles kunnen laten zien. Belangrijk daarbij is natuurlijk privacy en security. Als je een beetje een gevoelige aandoening hebt, wil je daar niet altijd mee te koop lopen. En dat betekent ook inderdaad dat deelnemers beter al feeling hebben voor wat ze wel en niet zouden willen delen. En wat wij daar aan toevoegen, denk ik, met PubHubs, is dat proof of identity of je identiteit contextueel wordt. In elke hub ga je dus ook daadwerkelijk iemand anders zijn. Zodat het niet teruggelinkt kan worden wie je bent bij je bibliotheek en wie je bent als patiënt. Maar soms, en dat is een hele duidelijke wens die we krijgen van plekken als patiëntenorganisaties, willen ze bijvoorbeeld weten wie woont er bij mij in de buurt. En dat is informatie die mensen wel graag willen uitgeven, maar dan alleen binnen zo'n groep van gelijkgestemden en medepatiënten bijvoorbeeld. Daarvoor kunnen we Jiffy of Irma gebruiken. Dat komt straks nog wel een beetje voorbij. Maar dat zit wel in de basis ingebouwd bij PubHubs, dat je dingen met je identiteit kan doen en bepaalde stukjes kan delen met mensen die je vertrouwt. Een beetje over de design en setup. Wij bouwen inderdaad verder op Matrix. En associaties met, of Matrix is eigenlijk een communicatieprotocol wat heel open is en gefederaliseerd. En heel veel interoperabiliteit nastreeft met allerlei andere communicatieplatformen. Bij PubHubs gebruiken we die delen minder, maar het is voor ons wel de drijvende kant om alle events en alle berichten uit te wisselen. Die federalisatie en interoperabiliteit gebruiken we wat minder. Maar het is wel een heel fijn begin voor ons, zodat we niet ook nog een berichteninfrastructuur hoeven te bouwen naast de rest van wat we willen doen. Ja. Surf gebruikt Mastodon voor een sociale initiatief. Ja. Wat zijn precies de overwegingen die jullie om te meten kiezen in plaats van Mastodon? Misschien was Mastodon nog niet volwassen. Of zijn er features die anders zijn? Goeie vraag. We hebben wel aan het begin inderdaad een hele lijst met alternatieven bekeken, waaronder in dat Matrix en ActivityPub, wat achter Mastodon zit. En toen, het is alweer een tijdje geleden, leek Mastodon en ActivityPub met de streams die daarin zitten van die berichten minder bruikbaar dan dit, omdat we het hiermee konden centraliseren in de home service van Matrix. En zo'n event best, binnen Matrix best wel veel vrijheid bood om daar van alles op aan te hangen. En dat willen we ook gaan doen. Dus vandaar inderdaad dat we niet met Mastodon bezig zijn geweest, maar is wel een serieuze optie geweest. Is dat je hebt daar geen notie van groepen in Mastodon. Dus Mastodon is heel erg bedoeld natuurlijk om het publiek aan de hele wereld iets te doen. Ja. Volgens mij wil jij precies tegenovergesteld. Een heel klein groepje. Ja, klopt. Ja, en inderdaad ook binnen een room of een space misschien, of een bundeling van rooms. Dat je daarin bepaalde delen van je identiteit kan delen met de mensen die daar ook toegang tot hebben, maar niet de hele wereld of zelfs de hele server. En hoe verhoudt het zich, zeg maar, tot het idee van een forum? Want qua dit is eigenlijk meer een chatroom, misschien ja. Een forum zou je dan meer als aanzien kan doen en dat je ook wat meer notificering hebt en archivering. Ja. Hebben jullie daar ook in die gesprekken over gehad, bijvoorbeeld met mensen van
Ja, zeker. En we hopen dat we de infrastructuur van Matrix kunnen gebruiken om eigenlijk die berichten ook te presenteren als een forum. Dat hebben we nog niet, hebben we wel designs van, die laat ik niet zien, maar dat is wel de bedoeling om dat ook te doen. Maar voor de archivering is wel een hele goede vraag. Onze opzet is nu dat de data van een hub bij die hub blijft. Dus centraal hebben we daar geen invloed op. Behalve dan in die zin dat mensen alleen mogen aansluiten als ze aan onze voorwaarden voldoen. Maar dan zal dat de verantwoordelijkheid zijn van de hub zelf. En ik denk dat we daar met z'n allen wel afspraken over moeten maken, maar dat is wel een goede vraag. Ja. Ja. Nou ja, zoals ik al zei, elke organisatie die zal zijn eigen hub runnen, dus eigenlijk een Matrix Home Server. Inderdaad, de data wordt daar opgeslagen en het belangrijkste is de pub-up home servers, die worden een cryptografisch gesloten netwerk van Matrix home servers. Want wat we wel hebben is een centrale login en alleen via die weg zul je mogen inloggen bij de hubs. Maar dat gaat stiekem een beetje onder water via single sign-on en OIDC. Maar wat elke hub dan krijgt is een pseudoniem van degene die inlogt. Dus die ziet de hub zelf, die kent de gebruiker alleen als een pseudoniem dat bij die hub hoort en kent verder geen informatie, terwijl het centrale platform kent een e-mailadres en een telefoonnummer. En daar kijken we nog een beetje naar of daar meer of minder nodig is. Dus dat betekent dat we eigenlijk drie lagen hebben van ontwikkeling waar wij mee bezig zijn. Matrix zelf. We werken veel met pluggable modules die je makkelijk kan maken bij Synapse, geschreven in Python. Dat past eigenlijk meer bij punt 2. Daar ontwikkelen we onze eigen software. Dat is een stukje in Rust geschreven waar we die centrale login aanmaken. En we maken onze eigen client, want bijvoorbeeld Element, wat de standaard, een van de Matrix clients is die je kan maken, was net niet flexibel genoeg voor wat we wilden doen. Dus we maken onze eigen. En welk plaatje hoort daar dan ongeveer bij? Je logt in bij de centrale login. Van daaruit ga je naar een van de hubs. Maar en als je dan eenmaal ingelogd bent, dan kan je eigenlijk seamless switchen naar een volgende hub. Je ziet dat er soms slotjes staan om de rode cirkels. Dat zijn eigenlijk rooms, of misschien een verzameling van rooms. Daar mag je alleen in als je iets bepaalds kan laten zien. Bijvoorbeeld stel je voor, een bibliotheek runt een hub. Alleen als je lid bent, mag je in de ledenroom. Nou, ik wou even laten zien wat we tot nu toe hebben. Als mensen dat leuk vinden. Nou, dit is onze eigen client die we aan het ontwikkelen zijn. Dit is onze testomgeving, dus het is allemaal nog niet af en het zijn allemaal voorbeeldjes. En hopelijk duidelijk dat dit echt punten op de horizon zijn. Als je niet bent ingelogd, dan mag je ook bepaalde dingen zien, want dit is een wens die we eigenlijk keer op keer wel krijgen van andere organisaties die meedoen. Dus om een voorbeeldje daarvan te geven, wat je zou kunnen zien als je niet bent ingelogd. Dus we gebruiken vaak de VPRO als voorbeeld. Die doen altijd graag mee. Nou, dan kan je zoiets zien. Maar stel je voor, je wil echt alles zien en meekletsen. Dan zal je moeten inloggen. En dat wou ik even laten zien. Ja, voordat je je mag registreren, moet je natuurlijk de huisregels van het platform als geheel accepteren. Dus dat zal ik doen. En dan wou ik voor de mensen die... Wie kent er allemaal Jiffy, wat de nieuwe naam is van Irma? Nou, best wel wat, maar niet iedereen, dus ik denk, ik laat het toch even zien. Ja, ik heb het ook gevraagd, volgens mij mag het allebei. Maar ik zeg altijd Jiffy. Maar het gaat in ieder geval om die QR-code. En als ik die scan, voor het registreren wordt mij gevraagd om een e-mailadres. Nou ja, ik heb een heel slecht demo-e-mailadres, dus dit is niet het echte. Normaal gesproken, als je een kaartje hebt, wordt die geverifieerd en stuurt die een e-mailtje. En pas als je bevestigd hebt, dit is mijn e-mail, dan krijg je een echt e-mailadres.
Maar dit zijn wat voorbeeldjes en een telefoonnummer. En als ik die deel, dan krijg ik een nieuw PubHubs kaartje, zodat ik niet hoef te onthouden met welk e-mailadres en welk telefoonnummer ik ooit begonnen ben. En dan ben ik te langzaam om... ik moet die tijd een keer wat langzamer zetten. Maar ik doe het gewoon opnieuw. Ja, 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 hij staat op een soort standaard, ja. Maar dat kunnen we instellen, maar dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat moet wat langer, want een van de values waar we natuurlijk wel naar streven is iets als accessibility en inclusiviteit. Dus je merkt al, dit gaat nog allemaal een beetje stroef, maar dat moet wel wat soepeler worden. En we kijken ook wel naar dingen anders dan Jiffy, of denken we over na of we daar nog iets mee kunnen wat een soort van dezelfde garanties biedt en ook een open source platform is en dat soort dingen. Of we andere manieren kunnen aanbieden om in te loggen. Maar we beginnen met Jiffy. Nou, nu ben ik ingelogd en dan zie je hier aan de linkerkant de verschillende hubs waar je naartoe zou kunnen. En als ik dan naar de VPRO hub ga, dan zie je even wat flitsende dingen. Maar als ik je zag, ik heb al de regels geaccepteerd van het PubHubs platform als geheel. Maar ook hier zie je dat organisaties zelf hun hub naar eigen inzicht mogen inrichten. Dus die kunnen nog aanvullende eisen hebben. Nou ja, als patiëntenorganisatie kan je wat strenger zijn op het delen van medische misinformatie of dat soort dingen. Nou, dat is een goede, maar dat betekent, dat doen we niet, omdat hubs dan kunnen vertrouwen dat het centrale platform dingen doet met die identiteit. Zodat zij dat niet meer hoeven en de gebruiker de garantie heeft dat zo'n hub ook niet meer van hem weet dan ze binnen die hub gedeeld hebben. Nou, ik weet niet of ik het plausible deniability zou noemen, maar het is wel een soort veilige omgeving hopelijk die daar geboden wordt. Ik snap dat je een keuze moet maken. Ja. Ja, als je niet centraal autoriseert, dan kun je ook niet zien de smart rate van de andere. Maar misschien wil ik dat op een context anders is. Omdat ik in de ene hoek ben ik een kankerpatiënt, in de andere ben ik een TPRO. Mm-hmm. Die twee hoeken ook. En ik ben ook niet identificeerbaar tussen de twee. Ja. In iedere hub heb je een aparte identiteit. Ja, klopt. Een ander pseudoniem afkomstig van je centrale identiteit. En dat betekent dat je ook niet steeds opnieuw hoeft in te loggen als je naar een andere hub gaat. Maar dat komt uit het governance-taak van je weet. Dat is niet technisch. Nee, dat klopt. Maar, nou ja, en als ik dan een mooie kamer wil. Nou, hier hebben we een iLab-kamer, zo heet onze club. Nou, dan kan je hier in praten. En hier zie je dus ook die identiteit. Ik heb het prachtige nummertje 729A0C. En dat is eigenlijk het pseudoniem. En anderen kunnen dit ook zien. Je kan je natuurlijk je username aanpassen. Maar dit nummer blijft er altijd achter staan, zodat je niet elkaar na kan doen. En nou ja, er zit hier een klein beetje styling in ook. Dit VPRO is een beetje paarsig en de kleuren zijn lekker fel. Maar als ik dan naar de Radboud hub zou willen gaan. En die heeft toevallig dezelfde voorwaarden om mee te doen. Dan... Oh! Ja, vanochtend deed hij het nog. En nou hier. Ja, dat is wel jammer. Maar wacht. Ja, precies. Zo. Ah. Nou, oké. Okay.
heel erg. Ja, die heeft wel hele andere stijlen. Ja, nou, ik dacht al, dit gaat natuurlijk gebeuren. Hop. Nou, stel je voor, ik was naar de Radboud Hub gegaan, dan ziet hij er zo uit. En wat dan de grap is, dat je daar, hier ben ik al langer bekend als Harm, hier heb je een ander nummer, terwijl je dezelfde inlog hebt gedaan. Dat is eigenlijk de grap die je daar kan zien. En dan wat we later gaan toevoegen, maar nu nog niet hebben, is, behalve in de backend, bijvoorbeeld hier heb je een ouder dan 12 room. En om daar binnen te gaan, moet je natuurlijk via Jiffy laten zien dat je ouder dan 12 bent. En dat soort rooms kunnen dus de organisatie zelf aanmaken om te laten zien. Om hun hub vorm te geven. Oh, dat is een goede vraag. Nee, niet per se. Tot nu toe gebruiken we de bestaande kaartjes. En we zouden het heel leuk vinden als mensen meer kaartjes aanmaken om toegang te geven. Maar je kan ook iets als een lijst van e-mailadressen opgeven. En iedereen die een van die e-mailadressen kan laten zien, die mag binnentreden. Daarnaast kan je ervoor kiezen als hub, als je zo'n kamer binnenkomt en je hebt iets laten zien, dat de andere mensen in de kamer dat ook mogen zien. Dus stel je voor, je vertrouwt de community een beetje en je kent elkaar. Dan is er een kamer waar je naartoe kan gaan als je je echte naam laat zien. En daarbinnen mogen de mensen dan jouw echte naam weten. En dat is iets relevants als je bijvoorbeeld samen patiënten bent en je kent elkaar. Ja, dat soort dingen. Het is al een klein beetje voorbij gekomen. Onze tech stack, het centrale platform, schrijven dus in Rust met ActX op de achtergrond. En dan gebruiken we ook wat andere software die binnen de iHub wordt ontwikkeld. Zoiets als PEP, dat wordt gebruikt voor de pseudoniemen. Terwijl het PEP-team dat zelf gebruikt voor de pseudonymisatie van patiëntgegevens. Ook een heel interessant project, maar wij gebruiken maar een klein stukje. Voor de hub backend, dus de Synapse Home Server, met een paar kleine aanpassingen in Python en pluggable modules. Onder andere om de pseudoniemen te decrypten, maar ook om de rooms met Jiffy toegangseisen mogelijk te maken. Nou ja, de frontend, daar zijn we niet zo lang mee begonnen, omdat we eerst geëxperimenteerd hebben met al bestaande clients. Dus dat is nog niet zo heel ver, maar daar zijn we hard mee bezig. Dat wordt een custom client in TypeScript samen met Vue. En voor identiteitsdingen in dit geval is Jiffy het grootste wat wij gebruiken. Nou, op dit moment hebben we, het lijken veel mensen op de sheet die in ons team zitten. Maar dat valt tegen, want niet iedereen werkt er fulltime aan. Maar we hebben redelijk wat mensen, maar we staan altijd open voor samenwerking. Onze eerste focus vooral de login en de hubnavigatie en de client. Het volgende wordt echt de identiteitsstukjes en de kamers die toegankelijk worden. Moderatietools, ook een hele belangrijke waar we naartoe willen. Want het is echt iets wat natuurlijk nodig is. We hebben 5 jaar de tijd in eerste instantie. Omdat Bart Jacobs, de leider van ons team, eigenlijk professor aan de Radboud Universiteit, de Stefin-premie heeft gewonnen. En daarmee mag hij zijn eigen onderzoek doen. En van daaruit hebben we 5 jaar de tijd. De governance kant uit Utrecht, onder leiding van José van Dijk. Dat wordt heel erg samen gedaan met Public Spaces. Dat is heel leuk. 1 keer in de 3 maanden hebben we ook een klankbordgroep. En eigenlijk heel veel publieke organisaties die mee willen doen, zijn daarin verenigd. En geven daarin hun eisen aan. En volgens mij staat er ook een lijstje van bij. Maar over de governance focus zou ik ook nog zeggen, we hebben een serie van workshops gehad om de publieke waarden te identificeren die het belangrijkst zijn voor de directe partners. Dus dat is ook altijd heel interessant als developer om te horen wat die clubs nou echt belangrijk vinden. En dat stuurt ons developmentproces een beetje. Daarnaast willen we heel graag co-development doen met partners die aangesloten zijn. En deels doen we dat ook. Bijvoorbeeld de deployment tests doen een aantal partnerorganisaties voor ons. Dat is echt super fijn. We gaan ze vragen om testhubs te runnen binnenkort.
En nou ja, dat soort dingen. En als ze mee willen doen, ontwikkelen, is ook altijd goed. Dus daar hebben we ook wat, wel wat aanspraak voor. Nou, eigenlijk wat conclusieachtige punten. PubHubs is een soort van alternatief voor de grote social media platformen, maar met net een andere focus op publieke organisaties. En dat past ook goed bij de Nederlandse context, waar we vrij sterk samenwerking tussen allerlei verschillende organisaties via dingen als public spaces hebben. Oh ja. Want je gebruikt Divi. Ja. Als centraal inlogding. Ja. En je hebt het zo ingericht dat Divi een kaartje maakt. Ja. Om in te kunnen loggen. En het is allemaal open source en transparant. Maar als ik een compleet zelfstandige versie van PubHubs wil draaien, dan moet ik dus een Divi server implementeren. Zelf. Oh, nee, je zou een bestaande Jiffy server. Wij runnen ook gewoon een Docker container met de Jiffy erin. Maar je kan niet zomaar een kaartje maken, of wel? Je hebt gelijk. Daar heb je onze issuer key voor nodig. Ja, en die krijg je niet, want moet je betalen aan SDN. Ja, dat klopt. Maar ja, dan zou je als je je netwerk HubSpub zou willen noemen of zo, moet je je eigen HubSpub kaartje wel aankopen. Of een andere centrale inlogmanier implementeren. Nou, ja. Ja. Implementeren en dan maak ik het helemaal los van het ding. Ja. Dus stel dat ik dat zou doen. Ja. Heel veel inleiding voor mijn vraag eigenlijk. Kan ik dan nog federeren met PubHubs? Nee, want elke hub krijgt van ons een geheim waarmee ze het pseudoniem kunnen decrypten. En daardoor kunnen ze met ons meedoen. Dat lukt niet zonder het geheim dat je van ons hebt gekregen. Omdat er een verzameling van aansluitvoorwaarden is waaraan je moet voldoen, moet je van ons ook toestemming krijgen om mee te doen. En het is nog veel onduidelijk hoe die toestemming eruit gaat zien, wat voor vorm dat krijgt. Worden we een vereniging, worden we een stichting, hoe gaat het werken? Maar dat is in ieder geval het idee. Ik denk dat deel, ik heb het ook al bij NGOZ gezegd, een enorme belemmering gaat zijn voor het uitrollen van die spul. Dat betekent namelijk dat je gebonden bent aan of je wel mee mag doen. Ja. Ja, klopt. En op dit moment is dat voornamelijk de eisen zijn. Doe je mee met public spaces, dan mag je zo in eerste instantie aansluiten als je daar zin in hebt. En voor de rest moeten we daar nog over overleggen. Maar ja, inderdaad, dat is wel een beetje een barrière. Ja. Nee, dat is er ook niet tussen de hubs zelf. We willen wel iets van samenwerkingen of gedeelde stukjes tussen hubs, maar dat ligt wel wat verder in de toekomst. Nou doet de microfoon het wel. Technisch gezien is het dus zo dat als ik het helemaal los wil maken, dan moet ik mijn eigen centrale Jiffy-infrastructuur maken. Ja, precies. Maar in ieder geval een alternatief om de centrale login te doen. Ja, je kan natuurlijk, als je ook registratie mogelijk wil maken, dan dan moet je daar iets mee, inderdaad. Je zou de PubHubs kaartjes kunnen hergebruiken, dat is waar. Of afwachten tot we ook andere inlogmanieren ondersteunen. En dan, ja, maar dat is heel, nee. Ik kies voor het laatste. Oh, zoiets, ja. Yeah.
Dat is leuk. En dit is natuurlijk eigenlijk een beetje een experiment allemaal, maar wel iets waarvan we denken langs deze value-driven lijnen is een andere manier van dingen doen op het internet mogelijk dan alleen een soort losgeslagen, plunderachtige big tech manier. Ook vanuit organisaties zelf kan zoiets op minder commerciële manier. En daar zijn we ook een beetje zoekende in natuurlijk. Volgens mij is het wel een beetje iets nieuws, maar... Nou, als mensen mee willen doen, is het denk ik een unique opportunity to work for the common good. Nou, wou ik nog vragen of jullie vragen hadden. En natuurlijk zeggen, onze website staat nog veel meer informatie. Binnenkort komt er een whitepaper uit die meer gaat over de identiteitsmanagement binnen PubHubs, dat soort dingen. En op GitHub mirroren we onze interne repository. Dus je kan de code zien, maar als je echt mee wil doen en mee ontwikkelen, dan stuur ons een mailtje, dan kunnen we mensen toegang geven tot onze interne GitLab. Uiteindelijk willen we helemaal naar GitHub, maar dat hebben we nog niet. Nou ja, of iets openbaars, sorry. Issues lezen we wel op GitHub, dus spelen vooral mee, kijken naar, maak issues aan. Daar zouden we heel dankbaar mee zijn. Als je een club bent of kent die een hub wil runnen als soort demo-omgeving om technisch een beetje te kijken, werkt het ook allemaal? Stuur ook alsjeblieft een mailtje en ja, we horen het graag. Waarom staat er nog geen mailtje? Ja, goeie vraag. Oké, nog andere vragen? Dan in ieder geval bedankt voor deze leuke presentatie. Graag gedaan.